Een vraag die ik regelmatig krijg is hoe ik dikke klodder kokosroom krijg. Want dat gebruik ik nog wel in verschillende van mijn recepten. Hè, bijvoorbeeld, ik heb een worteltaart en dan zeg ik maak het af met een lekkere dikke klodder kokosroom. Maar daar krijg ik regelmatig vragen over van ja, maar hoe maak je nou een klodder? Want dan krijg je hem niet dik. Nou, dat wil ik je vandaag laten zien. Want de truc is namelijk dat je de juiste basisingrediënt moet gebruiken. En dat is in dit geval een blikje kokoscreme. En ik zal laten zien wat ik bedoel. Ik gebruik dus deze kokosnootmelk in een blikje. En je gebruikt dus niet zo'n pakje wat je gewoon niet stijf krijgt. Dus deze gaan we niet gebruiken. We gaan deze gebruiken. En als je ziet heb ik hem uit de koelkast gehaald, want dit wordt namelijk in de koelkast, stijft het op en dan krijg je een dunne gedeelte en een dikke gedeelte. En ik heb hem ook op zijn kop in de koelkast gezet, omdat dan het dunne gedeelte naar onderen gaat. Maar ik ga hem nu omdraaien en dan ga ik dat dikke gedeelte eruit scheppen. Nou, dat gaat als volgt. En als je hem echt zo'n dikke klodder wil, dan moet je ook echt zorgen dat je dat dunne gedeelte niet gebruikt. Dus je zult zien, dit is echt dat dikke, harde gedeelte. Als je hem buiten de koelkast bewaart, zeker in de zomer, dan krijg je dat niet. Nou, dit gaat bij mij in mijn schaaltje. Zo. Ik heb voor dit geval een groot blik gebruikt, maar ze zijn ook in kleinere blikjes te krijgen, zou je dit te veel vinden. En pas op dat je niet al te veel van dat dunne meekrijgt, want dan wordt hij niet dik. Dus we doen hem eventjes zo. Dus ik hoop dat je het kan zien. Op zich vind ik dit al een hele lekkere kokossmaak hebben. Maar wat je kan doen is dat je er, en dat vind ik ook heel lekker, een klein beetje vanillepoeder bij doet. Dit is van die hele fijne vanillepoeder. Ik zal het even laten zien. Dit kun je dus een beetje doorheen doen. En als je wil, zou je hem een beetje kunnen zoeten met wat kokosbloesemsuiker. Maar eigenlijk is dat niet eens nodig. Nou, en dan is het een kwestie van even mixen. Voilà, zie je dat hij zo dik blijft? Je kunt hier dus echt een lekkere klodder, ik haal er een schepje uit, kun je gewoon heerlijk over iets van cake doen of vruchtenbrood, hè, daar geef ik ook verschillende recepten van. Je kunt het over een bakje met vers fruit doen als je zegt, hey, ik mis hier nog wat vetten in. Nou, gooi er een lekkere klodder gezonde kokosroom overheen. En normaal gesproken gebruik ik nooit geen blikjes. Dit is echt een van de weinige uitzonderingen wanneer ik wel een blikje gebruik. En dat komt omdat het nog steeds niet in glas te koop is. Maar zodra dit in glas te koop zou zijn, zou ik het onmiddellijk in glas kopen. Maar in dit geval maak ik een uitzondering voor een blik. Hè, vanwege de hormoonverstorende stoffen die aan de binnenkant van het plastic zitten. Maar als ik echt lekker wat kokosroom wil hebben, dan gebruik ik zo'n blikje. Dus zo doe je dat.